met de buren mee naar het vliegveld. Robby, is dat leuk? Met z'n allen in de auto. Zeg bye bye. Bye. Is een kat? Is een kat, no? It can be a bit more to the back. I have enough space. No, no. It's okay. Bye. 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 Het is echt veel rustiger op het vliegveld dan dat het hiervoor altijd was als ze gingen vliegen. Hè? En er zijn ook allemaal stoeltjes afgezet dat mensen niet naast elkaar kunnen gaan zitten. Dat is wel handig, hè? En we hebben lekker onze eigen boterhammen meegenomen, want alle restaurantjes zijn ook dicht. Dus jullie zitten lekker boterham met pindakaas te eten. Pindakaas. Pindakaas, Torben, ja. Torben, wat zie je daar? Oké, ik ga kijken als ik een vliegtuig blauw met wit. Oh, zullen we even bij de vliegtuigen gaan kijken, Torben? Kom, gaan we wat dichterbij. Lichtblauw of donkerblauw? Kom, even kijken. Lichtblauw of donkerblauw? Een beetje lichtblauw, denk ik. Oh, stop. Tot daar. Daar. Ik kijk goed als ik het zie. Ik ga met het vliegtuig weer uit. Zijn we in Nederland? Yay! Ja, Sinterklaas, daar gaan we ook naartoe, ja. Is papa er weer? Ja, wel. En Torben. Ja, Torben was er de hele tijd bij, hè. Maar Torben, papa had je een paar dagen niet gezien. Gaan we nog eens bij de boom doen, of niet? Ja, papa is er weer, hè. Kom, onder de boom. Gaan we eens gaan kijken. Ik ga ook op bed springen. Ja, maar eerst ga ik... Hazeltje? Hazeltje, stop, stop. Nee, lekker samen in bad, jongens. Oké. En kom je nog een warm water voor het huis? Ja. 1, 2, 3. Nee, 1 wordt er zo. Daar komt maar 1 paard mee. 1, 2, die stap ik. Dan gaan we een heleboel te horen voor het paard. Goed. En die stap ik in mijn stoel. Dat kan. En dan krijg ik alleen een cadeautje. Nou, dat weet ik. En ook te hebben. Rustig. Rustig. Oh, zo snel. Ja, dat klopt heel goed. Bedacht. Oh, zo snel. Ja, dan kan Torben nu naar bed, denk ik. Oh, nee, dat is een liedje zingen. Liedje zingen. Welk liedje zullen we zingen als Sinterklaas? Sinterklaas is jarig. Nee, de stoomboot. Sigrid komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie je massa. Oh, oh, ik zie wat naar Stormbusjes doen. Naar Stormbusjes, hoe doe je dat? Ja. En naast die vier dan? Oh, mijn stoel is weg. Oh, nee toch. Meis, kom maar, gaan we eerst even kijken. Hè? Dan kunnen we toch zoeken door het huis, meis. Ja, daar is het. Oh. We zitten gewoon op een andere plek en de tekening zijn weg. Ja, hij is in de klas niet meegenomen. En mijn R. En daar staat trouwens D en mijn R. Oh. Van pepernoten. En papa zit de pepernoten en mama niks. Bij mama zie ik ook een pepernoot, bij de tenen. Ja, daar zit die ook. Zijn er dan ook... Oh, zit er een cadeautje in je schoen? Wat wou je zeggen? En waar is Torben zijn schoen dan? Daar. Oh. Achter.
Hebben wij gewoon een trampoline, Roby? Ja. Nou, ga maar eens opspringen dan. Ga je maar hoger springen, kom. Wow. Trampoline. Als je op de trampoline valt, dan is het niet erg. Spring maar. Dan heb je geen au. Want dan blijft hij gewoon veren. Ja, maar dan ben je nat. Wordt hij wel een beetje nat. Maar dan doen we straks toch weer droge kleren aan. Want je wordt nu een klein beetje nat. Dit is een beetje het quarantaineleven. Lekker fruitsalade eten binnen in huis. Want sinds we geland zijn is het advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. Nou, omdat je tussen de 6 en de 8 dagen symptomen kan krijgen, dan weet je of je het hebt. Dan blijven wij 8 dagen in quarantaine. Dus vanaf maandag gaat Roby naar school. Maar tot die tijd blijven we in huis en in onze tuin. Dus is het een rustig weekje verder. Qua bouwvergunning voor de camping heeft de architect bedacht dat we gewoon dezelfde tekening aan de buitenkant gaan indienen. Dus we gaan het aanvraagproces opnieuw doen, net alsof er nog niks gebeurd is. Buitenkant van de tekeningen blijft hetzelfde. En aan de binnenkant haalt hij een wc weg, een douche weg en daar maakt hij een woonkamer van. En dan gaan we ineens een bouwvergunning aanvragen voor een huis. En verder halen we overal het woord camping weg. En dan heeft het bureau weer 15 dagen om te reageren. En dan weten we of we een bouwvergunning krijgen of niet. Ik weet niet of dit de beste manier is, maar we gaan zien of het gaat werken. Wow, een trucje van Tormen en een trucje van Roby. Wauw. Dat vindt Sinterklaas vast heel leuk. Gaan we opsturen naar het Sinterklaasje. Ja, dan gaan we opsturen naar Sinterklaas. Ja, gaan we doen. Wat zijn jullie aan het spelen bij de raam? We zijn hier lekker aan het spelen. Oh, lekker aan het spelen, lekker naar buiten kijken. En je hebt een bier en drinken. En ik heb aap, muintje, olifant en giraf. En ga ik ook mijn drinken pakken. Maar ik wil wat water in. Dat is goed, gaan we doen. Vanavond gaan we spaghetti bolognese eten. Het gehakt is al aangebraden. Groentetjes zitten erin of gaan er bijna in. En dan gaat het lekker een paar uurtjes pruttelen zo meteen. Spaghetti! De liste waar van het meekje geven van spaghetti! Geef ons maar spaghetti! We hebben veel meegenomen, maar een blik open waren we vergeten. Dus we gaan het nu op deze manier proberen. Dank u wel. Lekker. Hallo. Opa en oma, want we hebben hier een groene doos staan. Die komt eigenlijk bij opa en oma vandaan. Ja, opa en oma, wij hebben een groene doos gekregen, maar we weten helemaal niet zo goed wat we moesten doen. Jullie zeiden dat we moesten bellen, maar ik weet het niet.
Oh, ik denk dat je hem gewoon open moet maken. Ja, want hij was bij ons bezorgd volgens mij door de Pietjes. Oh. En hij is niet voor ons. En toen hebben wij doorgestuurd naar jullie. Want er stond op voor Leendert, Dimfy, Roby en Turben. Oh. En die wonen niet bij ons. Nee. Nee, ja, die Pietjes hebben alles verkeerd gedaan, hè? Dat hoorde ik ook al. Ja. Nou, moeten we mij... niet goed brengen, hè? Dus misschien zitten er wel cadeautjes in. Wat een domme Piet, hè? Ja, nou... Ik denk dat dit malle Pietje heeft gedaan. Mannen zijn even samen het water aan het afsluiten, zodat we een nieuwe douche bovenop kunnen hangen. Ben je aan het klussen, Torben? Ja. Wat zie je daar? Appen. Ja, en daarnaast? Ik zie een fiets. Jij ook? Ja. En Leendert heeft een nieuwe douche gemaakt. Robby, waar ben je naar aan het zoeken? Naar cadeautjes, waarom? Omdat ik papa hoort er niet. Papa hoorde wat, hè, boven. Wow. En het is vanavond pakjesavond, hè? Ja, dus de kinderen nu zijn bij ons. Moet je maar goed kijken. Heb je goed gekeken op je kamer? Ja, ik ging goed kijken op de kamer van zeker niet. Nee? Op de kamer van papa en mama? Nee, kom, we gaan eerst naar mijn kamer. Nee, ook niks achter de gordijnen? Zag je een Piet rennen? Zag je een Piet rennen over straat? Oh, nou dan is hij misschien net geweest. Maar we hebben hem hier niet gezien. Zou hij dan nog hoger zijn geweest? Zou hij via het dak gegaan zijn? Op met papa's computer, misschien. Ja. Nou, gauw kijken. Wie wil deze? Ik hoop dat de computer er nog is. Ja, laat maar even liggen. Ja, dat is goed, meis. Kom, ik wil zo. Er zijn wel heel veel gepakt. Ja. Kom maar, ik doe zo even mijn zakken. Dan ben je zakken ervoor, dat is ik heb zakken. Kom maar, papa. Papa. Ja, gaan we gauw in de kamer kijken. Het is een beetje donker nog in de kamer. Zal ik even het licht aandoen eerst? Ja. Wacht even, doe ik het licht aan? Oh, het licht is al wel een beetje aan, denk ik. Ik denk dat je hem wel zelf open kan doen. Ja, licht is aan. Kijk, we doen hem al open. Oh, wat is dat nou? Cadeautjes? Zijn daar cadeautjes? Toch een pakjesavond hebben we gekregen. Oh, wat voor cadeautjes met pakjesavond? Oh, wat is dat nou? Zo, hebben ze een pepernotenspoor naartoe gedaan, hè? Er wordt goed gespeeld met de Sinterklaas cadeautjes. Dit was de video weer voor deze week. Doei doei! Lara Venera!